for the broken hearted. De Protest Cable Call is een internationaal toernooi wakeboard en Down Under Nieuwegein is de locatie van een weekend vol spanning en plezier. Laten we een kijkje nemen. Op 14 en 15 augustus vond het internationale toernooi Protest Cable Call plaats bij Down Under Nieuwegein. Een nieuw terrein voor deze bijzondere sport. Vier Nederlanders waren ingeslaagd na de eerste dag op de Protest Cable Call in Nieuwegein te overleven. Zoals verwacht haalden Maxine Chapulette en Denise de Haan de finale bij de dames. Bij de heren gingen Mike Kederlapper en de Utrechter Jos van der Kerkhof door. Zij troffen elkaar zondag in de kwartfinale. Jos haalde het finale net niet. De sport of wakeboarding, as you can see, it's an action sport, it's a board sport. It's obviously on the water. Guys are doing a lot of big inverts. We've incorporated rails and obstacles into it. And it makes for a pretty exciting sport. How many times you have to train yourself? The pro guys, they typically train probably 6 to 8 hours a day. They're in the gym. It's a lot of working out, staying in shape, staying in good mental shape and physical shape. It takes a lot to go out there and ride and do all these moves. How are you feeling about this weekend in Nieuwegein? This is a great weekend. We've had great weather. The water's nice. It's a new cable. Protest has put on a really good event. They put together a lot of the best riders in the world. It's part of the WWA Wake Park World Series. So everybody's here to win some money and then move on to the next event. Eigenlijk ging het wel goed, maar toch twee keer gevallen. En helaas niet door mijn heat gekomen. Dus gestrand in de kwartfinales. Het gaat om sprongen. Het gaat om sprongen, maar daar krijg ik de punten voor, hè? Ja, je hebt een combinatie van je sprongen, je schansjes, de rail hits, dus de obstacles in het water waar je overheen kan sliden. En daarnaast wordt je beoordeeld op de compositie, dus het geheel. Dat je niet alleen maar linksom draait, maar ook rechtsom en voorover, achterover salto's en goede afwisseling. En, de baan is hier net open, hè? Sinds juli. Kun je er iets over vertellen? Ja, we hebben hier bij Down Under gewoon een hele mooie baan eigenlijk. We hebben een paar goede obstacles in het water. Dat zijn dus die schansen en rails waar ik het over heb. Een goede locatie, de afmeting is goed, de hoogte van de baan is goed, dus de riders zijn heel tevreden. This ain't a song for the broken hearted. Dit zijn de uitslagen na de finale zondag.